om tot rust te komen, de lucht op te snuiven, een boek te kunnen lezen, rond te wandelen, goed te gaan eten en drinken. Daar is de Oostende voor ons echt wel bekend voor. Dus ik denk dat wij hier om de 4 weken zijn. We zijn hier in Villa Aqua, een wellnesscenter. Met verschillende zwembaden en sauna's en bubbelbaden en steunbaden. En we vinden het geweldig om hier zonder kleren en zonder devices naartoe te komen. Het is hier kleinschalig, maar toch wel uniek, denk ik. Maar het is inderdaad niet enkel de sauna's onderling, maar gewoon ook de sfeer. Het personeel, het zwembad, het grasveld. Dat het eigenlijk zo compleet maakt. Ja. En de zitzakken. En de zitzakken boven. Ja, ja, ja. Je kunt goed relaxen. Ja. Ja. We zijn in Gino Fietsboutique. Een leuke winkel om eens binnen te snuisteren naar allerlei fietsaccessoires en kleding. Het is een winkel dat je niet in elke stad vindt, denk ik. Het is een combinatie van eigenlijk echt draagbare, mooie kleren en sportingen die je niet overal vindt, denk ik. En daarom kom je regelmatig eens binnen. Ja. We zijn in Divino, een lekker restaurantje, wijnbar, en we komen hier eigenlijk heel graag. We komen hier vooral eigenlijk als we toekomen in Oostende, zo'n vrijdagavond, de drukte van de werkweek achter ons laten en is dat voor ons een ideale start om aan ons weekend te beginnen. Oostende is voor ons wel een tweede thuisstad. Ja, een stad waar dat veel te doen is, maar waar ook nog heel veel tot rust kunt komen. Zo. En dat is waar we van komen. Leuven is dat ook een beetje zo. Dat is niet te groot, niet te druk, maar het is ook niet het platteland. Het is zo eigenlijk een gulden middenweg, maar het is een totaal andere sfeer en zo. Dus we komen hier eigenlijk echt wel graag als afwisseling.